Wat zijn mooie voorbeelden van mijn medewerkers om fit te blijven? Is het verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb wel gemerkt dat ik, doordat ik het zelf heel druk heb, dingen meer losgelaten heb. En dan zie ik wel dat mensen beter tot hun recht komen. En je ziet ze eigenlijk ook stralen. En ook weer naar te vragen na het weekend. Wat heb je gedaan? Ben je een beetje uitgerust? Of wat houdt jou bezig? En een beetje door blijven vragen of ze ook echt iets anders gedaan hebben dan, nou ja, wat we nu moesten thuiszitten. En dat helpt wel. Wat mooi geholpen heeft voor alles en iedereen is de waardering die landelijk werd uitgesproken naar alles en iedereen in de zorg. Dat gaf een boost aan iedereen en dat creëerde een energie waardoor er harder gewerkt werd dan ooit, echt op z'n Rotterdams. Geweldig en hartverwarmend. En er is ook een adviseur van mij die zei van, Inge, ik wil eigenlijk helpen bij de COVID, maar ik wil nog even met jou praten. Doe ik het om de goede redenen? We hebben samen een prachtig mooi gesprek gehad en de volgende dag heeft ze een besluit genomen van ja, ik ga daar helpen. En om haar goede redenen en niet van het moet of het hoort nu zo, maar ik wil dat vanuit mezelf doen. En heel veel energie. Ik ben echt trots op mijn afdeling en zeker op het hele thema Sophia die massaal is gaan helpen op de centrumlocatie en ja, echt met kracht en energie. Maar eigenlijk vind ik het mooiste voorbeeld dat we elkaar hebben opgevangen. Er was veel meer aandacht en nu nog steeds voor het teamgevoel, voor het elkaar vragen hoe het met je gaat en of het allemaal nog te doen is, zowel de combinatie met kliniek en thuis. In deze fase is het ontzettend belangrijk om verbinding te houden met je team. En dat is heel moeilijk als de normale samenwerkingsvormen, die vooral natuurlijk in een fysieke aanwezigheid van elkaar, in één keer heel anders zijn. Dus dat betekent dat je naar nieuwe manieren moet zoeken. Dus dat betekent veel meer het huis inlopen, veel meer bij de collega's op de werkvloer te gaan spreken. Maar elkaar ook opzoeken op Teams of dat soort digitale mogelijkheden om iedereen te kunnen spreken. En dat kost tijd en energie, maar is ontzettend waardevol en dan moet je er echt voor uittrekken. Ik zie je, ik accepteer je, ik waardeer je. Dat is eigenlijk heel belangrijk dat mensen dat voelen. Ik denk dat het als leidinggevende goed is om je te realiseren dat er niet iets is als een one size fits all voor het contact onderhouden met je medewerkers. De een wil graag liever met rust gelaten worden, waar de ander het heerlijk vindt om nou in contact te blijven. Het allerbelangrijkste is dat je daar met elkaar de dialoog over voert. Vraag aan de ander waar hij of zij behoefte aan heeft en wat hij van jou wil als leidinggevende. En wat ik denk ik belangrijk ook is dat je een luisterend oor hebt en dat je goed de mensen in de gaten houdt. Of je iets opvalt aan ze. Hè? Zijn ze wat kort af in een vergadering? Of vind je ze dat ze wat vermoeid overkomen? Bespreek het dan. Hè? Als je iets ziet, benoem het dan ook. Want dat is belangrijk. De afgelopen maanden hebben we als medewerkers in de zorg behoorlijk onder druk gestaan. En al lijkt de crisis nu wat beter beheersbaar, die druk is daarmee nog niet voorbij. In het Erasmus MC zien we dat we de COVID-zorg aan het afschalen zijn, terwijl de reguliere zorg juist weer moet worden opgeschaald. Tegelijkertijd zien we dat veel medewerkers die tot nu toe thuis hebben gewerkt weer naar het Erasmus MC komen en dat we voor de taak staan om met elkaar het nieuwe normaal in te richten. Vanuit het programma Hart voor het Erasmus MC besteden we in het drieluik voor leidinggevenden vandaag aandacht aan zorg voor je medewerkers. En ik bespreek dat met Sonja Smits, adviseur arbeid en gezondheid. Sonja, waarom is die zorg voor de medewerkers zo belangrijk? Ja, die zorg voor je medewerkers is natuurlijk altijd belangrijk, iedere dag opnieuw. En het is natuurlijk zaak dat je als leidinggevende goed in de gaten houdt hoe het met je mensen gaat, hoe het met je team gaat. En dat kan natuurlijk heel verschillend zijn per persoon. De een heeft wat meer aandacht nodig, de ander heeft wat minder aandacht nodig. Maar belangrijk is altijd dat je met iedereen wel goed in contact bent. En je er ook van bewust van bent dat je daar als leidinggevende een hele belangrijke taak in hebt. Eigenlijk is dat je primaire taak. Dan zullen veel leidinggevenden zeggen, ja, dat doe ik eigenlijk altijd al. Wat maakt deze COVID-crisis nou anders dan anders? Ja, in deze tijd van COVID komt er natuurlijk enorm veel op je af als leidinggevende. Je moet in één keer schakelen, je moet daadkrachtig zijn. Mensen zijn in één keer uit beeld. Dus het kan zomaar zijn dat die directe contacten in één keer wegvallen. Mensen gaan in een ander team werken, mensen gaan thuis werken, komen weer terug. Zijn weer op zoek naar het nieuwe normaal.
normale contacten die je hebt in de wandelgangen of tijdens vergaderingen zijn er niet meer. Dus het is belangrijk om te gaan kijken van ja, hoe hou ik nou dat persoonlijke contact met die medewerkers en weet ik ook werkelijk hoe het met ze gaat. Dus niet alleen even een korte vraag of een kort berichtje, maar ook echt eventjes doorvragen hoe de balans is en of mensen goed veerkrachtig zijn in deze situatie. Het is ook goed om te realiseren dat iedere medewerker dit anders ervaart. Er zijn mensen die bloeien helemaal op, die vinden het geweldig om weer nieuwe ontwikkelingen mee te maken en uitdagingen te ervaren. Maar er zijn ook medewerkers die vol in de stress zitten, waarbij ze het echt over hun schoenen heen loopt. Dus dat moet je goed realiseren dat er grote verschillen zijn. Ik denk ook dat het goed is om te realiseren dat die hele COVID-pandemie, zeg maar, heeft een aantal fasen waarin iemand een emotionele cultuurshock meemaakt. En je hebt een crisisfase, de beginfase, de transformatiefase waar we nu eigenlijk in zitten en de terugkeerfase. En in gesprek met elkaar kan het zomaar zijn dat de ene nog in een andere fase zit dan jij. Dus op het moment dat je gaat zoeken en weer met elkaar in gesprek gaat over hoe gaan we het nieuwe normaal weer krijgen, is het belangrijk dat je wel in hetzelfde verhaal zit. Voordat je weer met elkaar de nieuwe afspraken gaat maken en gaat kijken wat gaan we in ieder geval vasthouden, wat is goed van die eerste periode en wat hebben we nodig om mentaal veerkrachtig en vitaal te blijven. En heb je praktische tips die daarbij kunnen helpen? Ja, praktische tips blijft de basis, is vooral aandacht geven. Persoonlijke aandacht geven, dat kan niet genoeg zijn. En dat is natuurlijk zoeken met elkaar hoe je dat doet. Mijn advies is wel om met iedereen in je team minimaal 2 wekelijks contact te hebben. En dat kan natuurlijk live, maar dat kan ook bellen, dat kan beeldbellen zijn. Tegenwoordig hebben we heel veel mogelijkheden om dat te gebruiken. En stel vooral vragen. Dus luister, vraag door en beperk het zenden zoveel mogelijk. Dus ga vooral stilstaan bij de ander. En keer op keer hetzelfde. Dus niet de eerste keer alleen maar vragen stellen en dan weer overgaan op je oude manier. Maar blijf inderdaad die vragen stellen. Het is ook goed om te realiseren dat er een groep is die al voorheen kwetsbaar was. En dat kan zijn een kwetsbaarheid van zichzelf. Het kan zijn een familielid wat kwetsbaar is. Ofwel dat ze bijvoorbeeld mantelzorg bieden. En dit is een groep waar je extra veel aandacht voor moet hebben. En blijven houden. Het kan zijn dat ze het heel positief schetsen en dat ze alles 100% willen blijven doen. En daar is het zaak om ook goed door te vragen en te vragen naar hoe goed zorgen ze voor zichzelf. Het is belangrijk, zoals al eerder is gezegd, het is geen sprint, maar het is een marathon. We moeten het met elkaar lang volhouden. Dat betekent dat ook deze mensen, wellicht door alle onrust en onzekerheden rondom COVID, extra gespannen zijn, bijvoorbeeld slecht slapen of onvoldoende aan sporten toekomen, echt tijd vrijmaken voor zichzelf. En dat betekent dat ze soms keuzes moeten maken. En dat ze soms iets moeten doen of iets moeten loslaten wat ze voorheen wel deden. Dus dat is wel heel belangrijk dat deze specifieke groep, dat je die kent in je team en dat je daar ook extra veel aandacht aan besteedt. En belangrijk is het ook dat je aanwezig bent, dat je zichtbaar bent, dat je toegankelijk bent. Dus als er gelegenheid er is, loop rond op de afdeling. Laat zien dat je oog hebt voor de mensen die daar werken. Het kan zomaar zijn dat er plotseling een vraag toch ontstaat of dat je ziet dat iemand zich terugtrekt of ander gedrag laat zien. En vraag dan even door, wat speelt daar dan? Het is ook belangrijk dat je, en dat is eigenlijk vanzelfsprekend, dat je zorgt voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Je ziet dat de situatie nu op een aantal afdelingen volledig is veranderd. Soms grote veranderingen, soms kleine veranderingen. En het is vanzelfsprekend natuurlijk dat je als leidinggevende die signalen van de werkvloer goed doorkrijgt. Dus wat speelt er, waar maken ze zich onrustig over? Of waar moet je wellicht opnieuw afspraken voor maken of faciliteiten creëren? En ga altijd samen met je mensen uit je team op zoek naar de meest optimale en haalbare oplossing. Maar sta ook daadkrachtig voor je mensen. Dus als er een werksituatie onveilig is of ongezond is, laat dan ook zien dat je daarvoor gaat staan en voor hun zorgt. Dat hebben de mensen nodig. Het is ook goed om te realiseren dat deze situatie stress kan geven. En dat kan een hele normale stressreactie zijn tot abnormale stressreacties. En dan is het voor jou als leidinggevende best wel zoeken, wat is nou normaal? En herstelt zich weer op een hele gezonde manier. Maar wat is nou abnormaal?
Als je daarover twijfelt, je kunt altijd in gesprek gaan met mensen hier in de organisatie die jou van advies kunnen dingen. En denken aan interventies die je voor je medewerkers zou in kunnen zetten. Denk aan een coachingsgesprek met een psycholoog of een preventief spreekuur met de bedrijfsarts. Of een interventie die wellicht helpt tot weer goed herstel. Het is ook belangrijk dat je je realiseert als je een team hebt die heel groot is. Ik hoor hier wel eens geluiden dat iemand een team van 70 mensen heeft die mag aansturen. Dan lukt die persoonlijke aandacht natuurlijk niet altijd zo goed zoals je zou willen. Dus dan is het goed om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe gaan we toch dit organiseren? Dus misschien kun je wel subteams maken waarin met elkaar afspraken maakt. Hoe houden we met elkaar contact? Hoe vragen we bij elkaar door? En hoe signaleren we stressreacties? Naast die subteams zou je ook, wat al eerder gezegd is, het systeem van buddies kunnen oprichten. Er zijn een aantal afdelingen in de organisatie die dat al doen en zeer enthousiast erover zijn. En je kunt daarbij denken niet alleen aan zorgafdelingen, maar ook ondersteunende afdelingen of onderzoeksafdelingen, waarbij je met elkaar één op één maatjes gaat worden. En met elkaar ook in gesprek gaat van, goh, wat zou nou bij mij een stressreactie zijn? Als je iets ziet bij mij, wat zou nou voor mij een stressreactie zijn? En hoe ga je daar dan op doorvragen? Belangrijk wel, dat is buddy, is dat je niet de stress over gaat nemen of wil oplossen. Vaak alleen maar door de goede vraag te stellen helpt het al heel erg om weer die mentale veerkracht aan te spreken en mensen weer in de goede balans te krijgen. En zo kun je met je eigen persoonlijke aandacht, maar ook met die subteams en buddy systeem met elkaar voldoende aandacht geven en steun geven, zodat je vitaal, veerkrachtig blijft en bereid bent ook om die marathon vol te houden tot zolang als het nodig is. Dankjewel, Sonja. Mooi om te zien dat deze crisis ons transformeert naar vitaal leiderschap. En laten we dat juist in het Erasmus MC ook vasthouden na de crisis.